Champagne werd vandaag ontkurkt in de arena. En niet omdat Ajax Feyenoord al heeft verslagen, maar omdat toptalent Stefano Denswil zijn contract bij Ajax verlengde tot de zomer van 2015. De stoere verdediger oogt nuchter, maar is erg blij met zijn verbintenis. Ja, dat geeft heel veel vertrouwen dat de club met je door wilt. En voor mij ook, dat ik het aan de club moet laten zien dat ik het waard ben. Je doet het ervoor om natuurlijk in Ajax 1 te komen. En als de club met je verder wilt, dat betekent dat ze dan ook plannen met je hebben. En aan mij de keuze om het te laten zien op het veld dat ik het ook waard ben om in de arena te spelen. Wat zijn die plannen, wat zijn de afspraken? Dat ik vanaf het zomer met het eerste mee ga trainen. En hopelijk ook snel mijn debuut mag maken daar. Dat debuut leek dit weekend al te komen in de Kuip. Maar de technische staf besloot Denswil toch nog bij de A1 te laten. Hij is dan toch beschermend in. Ik denk dat hij toch zoiets heeft van deze wedstrijd waar heel veel druk en power op zit. Misschien is dat niet het juiste moment. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat dat niet lang gaat duren, Stefano. Er stond er overal op internet dat je in de selectie zou zitten voor Feyenoord zondag. Dat is niet zo. Ben je daar teleurgesteld over? Nee, zeker niet. Ik was al blij dat ik mee mocht trainen. En als je natuurlijk meegaat en als je Feyenoord uitspeelt, ja, is het mooi. Maar ja, zo niet. Dan wachten op mijn volgende kans natuurlijk. Ja. Die met beide handen aangrijpen, zeg je? Zeker weten. Misschien wel met meer.